Een ontzettend goede morgen, lieve YouTube-kijkers van de Stofjes. Jens, dankjewel. Motivatie, 5 rondjes. Vandaag helemaal gelukt. Dankjewel, jongen. En nog iets. Ik kreeg een opmerking van iemand dat ik niet veilig aan het autorijden was. Want, wat vergeet ik namelijk iedere zondag? Mijn gordel. En terecht. Terechte opmerking. Moet ik niet doen. Goeie voorbeeld geven. Bij deze. Dan nog iets. Vandaag heb ik mijn nieuwe oortjes getest. Of getest in ieder geval. Die heb ik gisteren gekocht. En ja, ze voldoen. Ze vallen niet uit. Lekker, misschien mede daardoor dat ik nou die 5 rondjes heb gemaakt. Maar dat geeft niet. Dat is lekker. Zo. Zondagmorgen. Gisteren de wedstrijd van de meiden afgelast. Ik had dat eigenlijk te weinig. Wat zieken, wat afmeldingen. Dan moet je keuze gaan maken. Het was bekerwedstrijd. Dus ik heb hem eruit gegooid. Helaas. Maar het is niet anders. We hebben wel al nieuwe data's gekregen waarop we de inhalen moeten of kunnen plannen. Dat gaan we eventjes bekijken. Het zijn natuurlijk allemaal doordeweekse dagen. Dat is natuurlijk wel heel vervelend. Maar goed, dat wist ik van tevoren. Dus nu moet ik met de dames gaan overleggen welke datum dat we gaan prikken. Dus. Torpede vandaag ook nog steeds de wedstrijd. Jullie gaan naar ABC. Helaas zonder publiek. Maar goed, regels zijn regels, zeggen ze dan altijd. Oké, ik ga er niet veel over uitweiden. Goed. Uiteindelijk toch nog best wel een leuk dagje. Ondanks dat het wat heilig is. De zon schijnt niet, maar het is te doen. Om te lopen in het bos, het is te doen. Goed, goed werk. Oh ja, en als we vandaag winnen, dan doen we goede zaken bovenin. Dan gaan we de goede kant op weer. Ondanks dat we in de seizoen zaten wat matig, slecht, nou ja, matig. Een beetje pech hebben, een beetje gestart, slecht gestart. We krabbelen op. Blessures binnen het team worden minder. Dus we krijgen weer wat meer spelers op de reservebank. Fittere spelers. Dat is alleen maar gunstig. Alleen maar gunstig voor het team. Het is natuurlijk moeilijker voor de trainer. Maar voor het team wordt het gunstig. Dus ja, voor de rest van de week niet zo heel erg veel beleefd. Natuurlijk gewoon met werk. Het was wel erg druk. Natuurlijk merken we dat er veel zaken weer gebruik gemaakt wordt. Scholen die weer open zijn, bedrijven die volop draaien. Dat merk ik op de weg, dat merk ik in het verbruik. Zoals jullie weten, ik zit een beetje in sanitair. Zeg maar in de wc-papier en dat soort zaken. Dus hoog verbruik. Mondkapjes natuurlijk weer. Nou, daar verdelen we ook in. We worden weer massaal verkocht. Dus ja, dat is het een beetje een... een beetje een raar weekend zo. Als je op de zaterdag dan eigenlijk gewoon dat je met het team gaat sporten. Tenminste, op het veld staat voetballen. En het gaat dan niet door. Dat is toch anders. Een heel ander weekendritme krijg je dan. Ga je dingen anders invullen. Okay, ik ben gisteren nog wel naar de verjaardag van mijn zwager geweest. Die was eigenlijk afgelopen zondag.
Maar het was te druk, druk, druk. Dus toen zijn we gisteren maar eventjes geweest. En het was ook eventjes gezellig. Nou. We zijn weer thuis. Dat was weer een kort stukje. Oh ja, overigens ben ik natuurlijk wel aan het bedenken, omdat ik natuurlijk niet gevaccineerd ben. Dan moet ik normaal gesproken een QR-code hebben om te kunnen gaan sporten of een testbewijs om binnen te kunnen komen. Nou, ik ga niet iedere keer een testbewijs halen om te kunnen sporten. Dan had ik me zitten bedenken, we hebben bij de EGS natuurlijk een hele mooie Power Hill. En er staan ook wat attributen bij om daar te kunnen trainen. Want er is een jongen van de club, die doet daar een beetje als personal trainer, doet hij daar mensen begeleiden. Zo, waarom zou ik dat zelf ook niet kunnen doen? Maar goed, daar is nog eventjes afwachten, even kijken. Die gaan bekijken of dat ik dat op een zondagmorgen kan combineren met dit. Met hardlopen. En dan natuurlijk het voetbal erachteraan. Want ja, we moeten wel weer naar de hele andere kant van graven rijden om daar te komen. Maar goed, dat is een zorg voor de andere keer. Ja, een beetje een warige zondagmorgen nou. Omdat ik natuurlijk over gisteren niks te vertellen heb. Met betrekking tot het voetballen. En ja, we zien wat er komen gaat vandaag. Oh ja, vanmiddag natuurlijk Max Verstappen. Dus we zullen kijken tegen de tijd dat deze dag op YouTube verschijnt. Heeft hij al gereden, dan is de uitslag natuurlijk al bekend. Maar dan nog zou ik zeggen, Max, thumbs up. Succes. Het gaat je lukken vandaag. Zoals wij ook met Juliana. Het gaat ons lukken vandaag. Vandaag moeten we gewoon die punten pakken. 3 punten thuis tegen AWC. Wordt lekker. Ik zou zeggen, een fijne zondagmorgen nog. Als we dit leuk, nou ja, deze was iets minder leuk dan de andere keer. Maar goed, maakt niet uit. Kan een keer gebeuren. Ik zou zeggen, in ieder geval, blauw duimpje omhoog. Even abonneren op dit kanaal. En dan zie ik je de volgende week zondag weer terug. Ik zou zeggen, ciao.